Erik Valkenburg, ten eerste welkom op het gala van LeidenAmateurvoetbal.nl. Leuk dat je erbij bent vandaag. Je hebt net een wedstrijd achter de rug. Hoe ging dat vanmiddag zo in het zonnetje en op dit veld? Nou, we zullen maar zeggen dat het nog een beetje vakantie voor mij is, want ik moet nog even wennen. Maar het is gewoon mooi om even in Leiden terug te zijn, altijd sowieso. En ik was hiervoor gevraagd en zonder twijfel zou ik eigenlijk ja, om ik eventjes langs zou komen, dus dat doe ik graag. Ken je nog wat jongens van vroeger die vandaag hebben meegespeeld? Of die misschien aanwezig zijn vandaag? Of trainers? Toevallig mijn trainer Edwin Vurens. Die had ik in de C1 bij Sparta ook. In de B1 ook. Dus die kende ik al. Robert Suzanne van de tegenpartij. Die kende ik. Katwijk? Ja, Udo speelt hij nu of niet? Nee, hij is nu naar Katwijk. Ja, hij is bij Katwijk. Ja, ja. Maar die speelde toen bij Udo. Verder sowieso wel veel bekende in Leiden natuurlijk. Okay. In ieder geval leuk om even terug te zijn op de oude bekende grond, dus zoals je zei. Ja. Je gaat inmiddels op een nieuwe grond wonen, volgens mij is het in Breda. Ja, klopt. Ja, over iets meer dan een week ga ik weer beginnen. Het is maar goed dat ik vandaag weer even op het veld stond. Dus bij NAC. Ik heb er zin in en ik ga bij NAC spelen, 2 jaar. Dus dat is voor mij gewoon zeker naar Go Ahead. Is dat gewoon nu weer een mooie nieuwe stap in mijn carrière, dus daar heb ik veel zin in. Okay. Goed, ik wil je in ieder geval bedanken voordat je aanwezig bent geweest. Zometeen nog de prijsuitreiking. Ja. Volgens mij ga jij daar nog een prijs uitreiken. Ja, geloof ik wel. En daar gaan we nog even van genieten. En ik wens je in ieder geval heel veel succes bij de NAC. Dankjewel. Oké, dankjewel.